Lucas, je bent een echt cirkelproduct, amper 19, en je maakt de beslissende goal in een Europese wedstrijd. Wat gaat er dan door je heen? Het moment zelf was ik vooral blij van de ploeg. En gewoon een match ronde verder in Europa, weer een ervaring bij. En ook gewoon, ik was gewoon heel erg blij voor de ploeg. Echt, we zaten al heel de tweede helft te snakken naar die tweede goal, ervoor te gaan, ervoor te vechten. Het ging zo onverdiend zijn, moesten we die goal niet gekregen hebben. Ik denk dat vandaag echt een heel goede prestatie was. En vooral op karakter ook, en dat we er blijven van gaan zijn. En echt, dat ik dan die winning goal maak, is voor mij natuurlijk heel, heel leuk. En ook voor de supporters. Maar ik zeg het, ik ging inblazen, dan moest het iemand anders zijn. Want we echt als ploeg schitterend gespeeld. Je bent met permissie niet van de grootste, maar je scoort wel met de kop. Ja, inderdaad. Zijn er al veel die gezegd hebben tegen me, ook op training laten ze wel eens. Als ik met de kop, een bal over kop zelf of zo. En nu, ja. Oké, als ik die gemist had, ja, dat was eigenlijk, je moest binnen zitten en met mijn hoofd is het eigenlijk vooral leuk voor mezelf ook. Omdat ik scoor niet veel met mijn hoofd, maar ik probeer er wel wat op te trainen, het is een werkpunt en nu ermee scoren en doorgaan is fantastisch. En nu een vlucht lang genieten? Ja, toch wel. Vooral nu met de groep en de supporters ook op het vliegtuig. Ik denk dat het wel een leuke ervaring weer zal zijn. En hopelijk kunnen we volgende ronde ook weer stunten, zou ik het niet noemen. Maar toch gewoon weer ons voetbal brengen dat we gewend zijn van Cirkel. En wie weet, alles is mogelijk. We speelden in Finland, maar toch waren er heel veel supporters mee. Ja, wat doet jullie dat als groep? Dat heeft me positief verrast. Echt op de luchthaven en zo. En ook gewoon nog vanmorgen, vanmiddag, cirkelsupporters en cafeetjes en zo. Dat is prachtig om te zien. Echt. En ik bedankt ook voor de supporters. Dus, we hebben ze ook goed gehoord tijdens de match. En fantastisch. En nu weer op de terugreis. Ik denk dat het voor de supporters ook wel een leuke ervaring was. En het is leuk dat we ze zoiets gegeven hebben. Christophe, je hebt vandaag je debuut gemaakt bij Cirkel. En dan nog niet zomaar in een wedstrijd, maar in een Europese wedstrijd. Hoe voelde dat? Dat is een droom die uitkomt. En vanaf dat je op dat veld staat, dat toch een beetje zenuw, maar het voelde echt super. Ja, je zat direct goed in de wedstrijd. Welke opdracht had je zo meegekregen? Zeer hoog en breed blijven. En na doelpunten kreeg man van de match in handen. En ja, we stonden voor dus. Yes. De cirkelsupporters kennen jou nog niet zo goed, maar we hebben wel al direct gezien dat je een echt vechtertje bent op het veld. Ja, ik had er altijd voor op training ook. En ik heb mijn kansen gekregen en ik heb ze gereden. Je bent nu een maand bij Cirkelen. Hoe ervaar je die maand? Hoe kijk je daarop terug? Super maand, ja. Ja, het is een droom dat uitkomt. Ja, kortom, een hele gelukkige Christophe. Ja, zeker. Ja. En volgende week naar Kroatië of Cyprus. Ja. Ligt nog niet vast. Nee, niet. Heb je een voorkeur? Toch aan Cyprus. Toch aan Cyprus. En wat verwacht je van een derde ronde? We zien dat. Ja. Nog een keer winnen en dan een klepper. Ja. Ben je verrast dat jullie al zo ver staan? Of is dit echt het resultaat van een doelgerichte planning? Dit is absoluut wel het resultaat van een doelgerichte planning, maar het is natuurlijk altijd afwachten hoe je er fysiek voor staat. En als je ziet hoe wij vandaag vanaf minuut 1 95 minuten druk zitten op hen. En, we geven eigenlijk heel weinig weg tenzij dat we zelf de foutjes maken, maar we kunnen 3-4 doelpunten maken. Uiteindelijk denk ik dat we meer dan verdiend deze wedstrijd naar ons toe trekken en dat we doorgaan. Maar ik zeg het, wij hebben wetenschappelijk onderbouwd met Wim Langenbeek en de andere trainers gewerkt naar deze wedstrijden. Oké, dan is het afwachten hoe we er fysiek voor staan, maar ik denk dat deze ploeg heeft laten zien dat ze tot op het bot kunnen gaan en dat ze schitterende mentaliteit hebben. En daar kunnen we als trainers alleen maar heel fier op zijn. Heeft de ploeg je verrast? Ja en nee. Ze hebben me wel verrast dat ze tot de laatste minuut dit fysiek konden brengen, maar qua voetbal zeker niet. Ja, ik denk dat we de eerste helft vorige week te weinig de vrije man vonden. Ik denk als je vandaag de wedstrijd ziet dat we hem van de eerste tot de laatste minuut eigenlijk hebben weggetikt. Vooral Neto was subliem, Arnar ook de stofzuiger. Dus ik bedoel, ik noem nu twee jongens, maar eigenlijk moet ik ze allemaal noemen. Van 1 tot en met 20 die erbij waren, die waren even blij bij het resultaat. En ik denk dat dit iets is waar we op verder moeten borduren en waar we heel veel moed moeten uitputten. Ja. Was de ontlading bij jou persoonlijk als trainer even groot als bij de supporters of ben je daar als trainer heel nuchter in? Nee.
mij was de ontlading heel, heel groot. Ik ben ook iemand die van de eerste tot de laatste minuut langs die lijn tekeer gaat om de boel scherp te houden. En na de wedstrijd was ik helemaal kapot. Maar ik bedoel, ik heb mijn job gedaan, maar ik denk dat die spelers hebben meer dan hun job gedaan. En hebben schitterend gereageerd en schrijven geschiedenis. En ik vind dit wel iets voor te vermelden, dat onze spelers geschiedenis schrijven. Ik vind dat dat ook wel eens mag gezegd worden. Overcirkelen dat ze geschiedenis hebben geschreven. Er wordt wel een schamper gedaan dat Cirkel niet zo'n grote supporterschaar heeft, maar vandaag waren er meer dan 200 supporters mee naar Finland. Ja, maar ik vind het allemaal schamper. Je wordt af en toe een beetje behandeld als het kleine broertje, net ook door journalisten. Oké, ja, daar moeten we nu een beetje van af en ik ben iemand die daar keihard tegen vecht. Als ze ons met respect behandelen, behandelen we hun ook met respect. Maar als de pers dat niet doet, ja, dan gaan we nog problemen krijgen met elkaar, denk ik. Tot slot, volgende week gaan we naar Kroatië. Is dat een leuk extraatje of past dit echt perfect in de verdere planning naar de start van de competitie? Ja, het is natuurlijk bijkomende vermoeidheid. Ik denk dat het ook logisch is dat we daar voorzichtig moeten mee omgaan en dat we ons niet over de kop moeten lopen. We hebben nu een veldslag gewonnen, maar nog geen oorlog. Een competitie duurt 11 maanden, dus ik denk dat we daar rustig over moeten nadenken hoe we het gaan oplossen. En hopelijk dat Frederik had een beetje last van zijn kuit. Er waren nog wat jongens die op plaats wat vermoeid waren. We moeten nu zien hoe zij de volgende dagen recupereren. En dan zien we wel verder.